Jurgen, wat vond u van Fred vandaag? Wel, ik moet zeggen dat hij heel goed heeft gespeeld. Wat beter kon was zijn uittrappen. Maar een kleine kanttekening daarbij kan misschien zijn dat hij licht gekwetst gespeeld heeft aan zijn linkerkuit. Dus een kleine contactuur of lichte verrekking. Dus en dat kan een excuus zijn, maar de uittrappen waren niet goed. Maar allee, we gaan dat met de mantel der liefde bedekken. Na een overwinning zijn dat details, maar het zijn toch wel zaken die we niet uit het oog mogen verliezen. Maar Fred speelt een heel goede wedstrijd. In het begin van het seizoen moest hij nog op de bank plaatsnemen, maar toen bleek toch ook al dat hij evenwaardig was als John Ruttens. Hoe gaat John met deze situatie om? Want het is toch ook een man die nog een ruime progressiemarge heeft, denk ik. Ja, wel, John is ontgoocheld, maar dat is normaal. Maar John gaat daar heel goed mee om in de zin van dat hij voor zichzelf werkt. Dat de sfeer onder hun twee daar niet onder te lijden heeft. Dat is wel heel belangrijk. De werksfeer blijft hetzelfde. Desalniettemin is hij wel ontgoocheld. Maar ja, hij werkt tot op het moment dat hij terug zal moeten spelen. En die tijd zal misschien nog komen, hè, op dat moment. Oké, dus als je het kan bekijken, de optie van een derde doelman die men er wou bijnemen, is die eigenlijk in het niets verzeild doordat die twee jonge keepers elkaar zo optrekken, elkaar zo motiveren? Ja, dus Fred presteert ook heel goed, dus op dit moment is er totaal geen reden om daaraan te denken. Het is ook zo dat eraan gedacht werd op een moment dat dus de ploeg ook niet draaide. We hadden 0 punten. We kregen veel goals binnen. Niet dat de keeper een fout was, maar ja, een keeper die veel goals binnenkrijgt, heeft automatisch wat minder vertrouwen. En dan ja, in de wandelgangen wordt er dan eens gezegd van ja, we moeten misschien een andere keeper hebben of zo. Maar op dit moment, zolang dat een ploeg niet verliest, dus gelijk speelt of wint, wordt er aan mee gedacht. Jurgen, je bent ook coördinator van de keepers bij de jeugd, eerste ploeg, Sporting Angel. Dames, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, er zijn er heel wat, hè. Maar het hoofddoel of het meeste werk gaat natuurlijk naar de nationale, omdat daar de potentiële kandidaten zijn om de eerste ploeg te geraken. We hebben een aantal jongeren die komende zijn, waar nog heel veel werk is, maar die toch wel ja, het potentieel hebben om het ooit te kunnen maken op ons niveau. Nog een laatste vraagje. Je hebt enkele weken geleden een aanbieding gehad van de bond. Je bent daar niet op ingegaan. Ben je blij dat je bij OHL gebleven bent? Of was het eigenlijk een keuze om voor OHL te kiezen? Of was dat echt een andere reden? Maar ik had niet moeten kiezen. Ik ging de twee combineren. De combinatie had natuurlijk, ja, was niet zo evident of was niet zo gemakkelijk. Ik ging een aantal wedstrijden, een aantal trainingen moeten missen. Maar ik heb dat beslist in samenspraak met de club. De club heeft daar ook inspanningen aan gedaan om mij een contractverlenging aan te bieden. Ze hebben zo ook woord gehouden, dus dat is allemaal in orde. Ik moet zeggen, op dit moment is dat voorbij. Dat is waarschijnlijk een kans die ik niet meer zal krijgen, of toch niet heel snel. Maar ja, op dit moment ben ik 200% voor OHL. Dus mijn werkterrein is hier. En dat hopen dat dat nog vele jaren zo zal zijn. Bedankt, Jurgen de Bruyckleer. Dank je wel. Oud Heverlee Leuven, Eupen 3-1. De stunt is een feit. Wie had dat eigenlijk verwacht? En wie had er ook een paar weken geleden verwacht dat ene Sander de Broe een van de figuren van de wedstrijd zou worden? Wat vind je er zelf van? Bah, ik was misschien een beetje moeilijk begonnen aan de wedstrijd. Allee, de hele groep was misschien moeilijk begonnen aan de wedstrijd. En oké, dan komt dat doelpunt. Een beetje verlossing. We proberen dan de wedstrijd in handen te nemen. En ja, dan een foutje van mij, vond ik. Slechte positie, verkeerd ingeschat van de bal en dan dat tegendoelpunt. Ja, dan zak je even weg natuurlijk, vlak dat doelpunt voor de rust. Maar ik denk dat we dan de tweede helft goed begonnen zijn, dat we terug beginnen voetballen zijn, knokken voor elke meter, voor elke bal. En ik denk dat het resultaat wel voor zich spreekt. Acht je het OHL van 6-7 weken in staat om dergelijke prestatie te leveren? Goh,
Dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat we hard getraind hebben met de nieuwe jongens, met de groep dat we nu hebben. En we moeten vooruitkijken, achteruitkijken heeft toch geen zin, dus ik denk dat we op de goede weg zijn. Jij komt ook van heel ver terug, een aanslepende spierblessure. Hoe zie jij de toekomst nu? Maar ik denk dat de toekomst er goed uitziet. Persoonlijk voel ik me goed in mijn vel terug. Ik voel me terug 100% fit. En, ik mis zeker nog wat wedstrijdritme, maar ik denk als ik kan blijven spelen en ritme opdoen, dat dat zeker en vast in orde komt. Dus binnen een aantal weken zien we de echte Sander de Broe terug. Ik hoop het. Okay, bedankt Sander en succes op Zertelen.